En als je zingt en plezier hebt, gaat het leren vanzelf. Dat zegt Mildred Demon, directeur van de Stichting Onderwijs van de EBGS. Volgens Demon moet je juist in crisistijd vasthouden aan parels als zang en muziek in het onderwijs. Zang en muziek stimuleren de creativiteit. De directeur onderwijs zei dat op de Pikinpuku Komakandra, die dit jaar voor de 10e keer gehouden wordt. Deze gedachte sluit haar fijn aan op de drijfveer van het Johan Verrier Fonds. Dat uitgaat van de eigen kracht van Surinamers in ontwikkeling van onderwijs en cultuur. Vandaar dat het fonds het Pikinpuku Festival van harte ondersteunt. In deze eerste aflevering van de radio- en televisiespecial over het Pikinpuku Festival neemt verslaggever Sam Jones een kijkje op het jaarlijks muziekfestijn. Wat we willen is dus dat we kunst- en cultuureducatie verder willen professionaliseren op onze scholen. En dan komen we één keer per jaar bij elkaar en dan geven we een fantastisch festival. Maar het moet op onze scholen door blijven gaan. Wat wil je laten worden? Gynaecoloog. En dat leerkrachten voldoende equipped zijn om dit aan de kinderen te kunnen overdragen. Weet je wat het is, gynaecoloog? Ja. Wat dan? Vrouwen helpen om baby's uit te breken. Gaat het lukken? Joni, zoals dit meisje heet, knikt van ja. Het gaat lukken. Gynaecoloog worden. Sandra Vas is ambassadeur van het Johan Verrier Fonds. Het is prachtig, hè? Prachtig om te horen, prachtig om te zien. Hier wil ik er gewoon aan meedoen. Ik wil er een deel van uitmaken. Het is gewoon fantastisch. Het Johan Verrier Fonds doet ook mee aan dit spektakel. En niet in de laatste plaats vanwege de achterliggende gedachte, zegt Sandra Vas, die een nichtje is van de naamgever van het Johan Verrier Fonds. Het is heel belangrijk. Oom Johan was een groot voorstander van geloven in eigen kunnen. Suriname moet op eigen kracht vooruit kunnen komen. En het begint bij de kleintjes al en dat is gewoon zo mooi om te zien. En dat wil Johan Verrier Fonds echt wel steunen. Terug naar de kinderen op dit Pikinpuku Festival. Wie vindt zingen leuk? Ik. En waarom vind je zingen leuk? Omdat zingen gewoon baby's. Ik ben Jeanette Graan. En ik zit op de RIC school. Ik ben 11 jaar en ik zit in de vijfde klas. Ik ben Imani Edwards. Ik ben 12 jaar jong. Ik zit op de Rijnkowitz school en ik zit in de 6e klas. Zingen helpt je stem gebruiken op een goede manier. Het helpt je stem en om te trainen, dus je zet en om je stem gezond te blijven houden. En, dus je kan mensen beïnvloeden met zingen. Hoe dan? Door mensen te bemoedigen in je zaak en mensen te zeggen dat er een God bestaat. Ik hoor heel veel van zingen omdat het heel pijn is. Zelf het helpt ook mensen, bijvoorbeeld mensen die stotteren. Bijvoorbeeld wanneer je echt wil stotteren, terwijl je begint te zingen, gaat het een beetje zakken. Daarom vind ik zingen heel belangrijk. Zang en muziek. Het is gezellig. Het stotteren verdwijnt. Belangrijk voor het onderwijs. De Pikinpuku Komakandra. Een verslag was dit van de Pikinpuku Komakandra, mede mogelijk gemaakt door het Johan Verrier Fonds. Morgen in de tweede versie meer over het festival dat dit jaar voor de 10e keer gehouden werd. Een reportage was dit van Sam Jones.